Defano van Jacquemus. Of... Hoe heet dat? Jacquemus. Hij past bij je outfit. Maar je mag hem niet hebben. Jawel. Ik heb het jullie al eerder gevraagd. Maar jullie moeten gewoon even eerlijk zijn. Is mijn neus dikker geworden of niet? Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik echt iets superleuks doen. Voor de mensen die me volgen op Snap, die weten dat ik volgend jaar haar wil gaan verkopen. En vandaag ga ik even een paar foto's maken van het haar. Ik moet sowieso eerst even zelf checken of het haar überhaupt goed is. Tot nu toe vind ik de kwaliteit heel erg goed. En ik ben bij de best of the best voor de install. Ik ben met Dio. Hey! Ja, ze doet het in Almere en Amsterdam. En ja, ze is gewoon een van de beste voor de installs. You know. En find the girl at 8 stylist. En vandaag gaan we deze kinky curl opdoen. En platina blond. Die ligt eronder, even in te pakken hoor. Dus dat gaan we nu doen. We gaan beginnen met de krullen. Ik dacht eerst van vandaag wil ik gewoon die krullen ophouden. Maar toen deed ik die blonde op mijn hoofd. Toen dacht ik van nee man, dit is hem gewoon van vandaag. Dus we gaan nu beginnen met de krullen. En daarna met de blonde. We zijn nu die krullen nat aan het maken. En het is zo'n mooie textuur. I'm in love. Ja. Dus thuis is het helemaal geen lastig vind. Nee. Moet je ervaren. Het kan blijkbaar toch te heftig zijn. Ja. Hey jongens, het is vandaag zondag en het is Pasen. Zelf heb ik nooit echt iets met Pasen gedaan. Maar mijn schoonmoeder die houdt echt van elke feestdag iets doen met z'n allen. En dat vind ik echt super leuk. Dus ik heb net pastijtjes gemaakt. En omdat ik ja, heel traag ben. Nou tenminste, ik moest pastijtjes maken. Ik moest mijn haar doen, want ik heb nu krullen op mijn hoofd. En daarvoor heb ik gewoon meer tijd nodig. En mezelf opmaken. Dus de vriendin ging me haast van ja, schiet op en dit en dat. Toen zei ik van ja, ik heb die pastijtjes toch gemaakt. Dus hij is nu weggegaan. Ik ga straks snel met de fiets. Want ze woont echt letterlijk bij ons om de hoek. En ja, gisteren was het dus echt super leuk. We wouden eigenlijk 2 pruiken opdoen. Dus deze en die blonde. Maar nadat ze deze op had gedaan, zei van we gaan hem nu eraf halen. Kreeg ik gewoon echt spontaan hartpijn. Dus ik zei van weet je wat, kunnen we niet gewoon een andere dag die blonde pruik opdoen. Want ik vond het gewoon echt de zonde om deze af te doen. En hij zit echt super mooi. Ik ben echt zo blij met de kwaliteit. En ik ga er alles aan doen om gewoon zo snel mogelijk live te gaan met mijn haarcollectie. Ik ben zelf gewend om goede kwaliteit te dragen. Dit is ook geen Chinees haar. Het is gewoon echt goede kwaliteit haar. Dus de prijs zal ook wel wat duurder zijn. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon een lijn hebben die dan iets goedkoper is voor de mensen die ja, graag goede kwaliteit haar willen. Maar niet kunnen veroorloven om ja, duur haar aan te schaffen. Dus daar ben ik ook naar aan het kijken. En puur omdat ik gewoon echt goede kwaliteit wil leveren, duurt het gewoon langer. Want heel veel mensen zeggen van ja, waarom kan het niet nu? En waarom moeten we nog een jaar wachten? Maar door de zwangerschap is het gewoon allemaal even wat uitgesteld. Ik wou dit sowieso in 2023 doen. Maar ik had niet verwacht dat ik ja, zwanger zou worden. Dus als ik iets doe, wil ik het ook gewoon goed doen. En daarom wil ik mijn tijd voor nemen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ja, dat was het eigenlijk ook. Ik ben nu mijn make-up aan het doen en dan ga ik daarna lekker fietsen. Daar heb ik wel zin in hoor. Ik rij nu echt al... hoe lang heb ik mijn rijbewijs? 4, 5 jaar. En ik kan echt op 1 hand tellen hoe vaak ik heb gefietst nadat ik mijn rijbewijs heb. Dus ik vind het wel lekker om te fietsen. Maar dit is wel een elektrische fiets. Kijk, daar staat die achter. En ik ben zwanger, dus ik moet even goed gaan opletten in het verkeer. Ik had trouwens een paar weken geleden een nieuwe 4D-echo gemaakt. Ik zal even die fotootjes naast elkaar zetten. Hier had hij nog weinig wangvet, zeg maar. En nu zie je echt dat hij zo'n chubby wangetje heeft. Zo schattig. Kijk nou hoe cute die. Can't wait till you hear, little boy. Precies 3 maanden. Het gaat echt super snel. Iedereen zegt ook van, dit is echt de snelste zwangerschap ooit. Bij sommige influencers lijkt het echt alsof ze jaren zwanger zijn. Maar dat komt ook omdat ze duizenden fotoshoots doen. En volgende week zondag... volgende week zondag is mijn fotoshoot, mijn pregnancy shoot. Oh, ik heb er zoveel zin in. Echt oprecht, zoveel zin in. Nou, ik zie jullie straks bij mijn schoonmoeder later. Nou, ik ben nu bij mijn schoonmoeder. Ik had eieren opgezet. Maar dat was voor die salade. En ik was helemaal vergeten. Echt die zwangerschap... laat me echt dingen vergeten hoor. Dus iemand zei van je eieren die zijn aan het ontploffen. Nou, ik ga jullie even laten zien. Buiten ziet er super gezellig uit. Gezellig, gezellig. En zo is de barbecue, man. Geregeld. Dishes, zie dat? Ja, ik heb die kip gemaakt en jij bent aan het flippen. Begrijp je. Maar ik vind, ik heb het gedaan. Oké, dat is goed. En sinds kort heeft hij ook een auto, dus we gaan straks even een ritje maken. Jeetje, je ziet echt dat het jouw auto is. In de meskever. Wat een rommelbak. Tenminste, binnenbak. Daarom. Zijn jullie ready om te scheren? In de trapauto. Hier komt het. Daar gaan we. Daar gaan we. Nou, ik zit in de auto. Ik ben niet met Peanut. Het werd me toch allemaal eventjes netjes te druk. Ik ben er ook wel echt al een tijdje geweest. En nu ben ik kapot. En nu gaan we naar huis, toch Peanut? Ik, dus als ik thuis ben ga ik mijn make-up weghalen en lekker in bed liggen. Want ik moet gewoon eerste paasdag of tweede paasdag gewoon werken. Dus, en daarom dat ik deze zondag gewoon vroeg naar huis ben gegaan. Niet te laat gaan maken. En morgen weer knallen. Hard voor weinig, nooit tegen reinig. Hey jongens, ik was helemaal klaargemaakt. Want vandaag zou ik eigenlijk... zou ik eigenlijk bij mijn moeder filmen voor de documentaire. Maar de cameraman is helaas ziek geworden. Dus gaan ik en Daf shoppen, aangezien ik nu toch vrij heb. En ik ben weer begonnen met mijn Juice Express. Om vitamine binnen te krijgen, want groentes eten, dat zit er gewoon echt niet in voor mij. Ik heb er echt moeite mee gewoon. Dus ik vind het echt gek, want ik hou van groentes. Ik vind groenten lekker, maar sinds deze zwangerschap zit het er gewoon echt totaal niet in. Maar ik zie iets raars hier binnenin. Nou jongens, we zijn nu bij de bijen. Iemand heeft de alarm af laten gaan. Maar ik heb dus een cadeaubon gekregen nog voor mijn verjaardag van een vriend. En ik zit een beetje te twijfelen of ik maar deze tas moet halen van Jacquemus. Of... Hoe heet dat? Jacquemus. Jacquemus? Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ik zit dus te twijfelen om een tas te halen of Gucci slippers. Kijk, ik denk als je toch de camera trekt, is het niet alleen filmen, maar ook kopen. Ja, maar ik twijfel toch, zeg ik. Tussen deze... Ik heb wel weinig tassen. Maar dan denk ik van, dan kan ik toch beter een neutrale tas halen. Ja. Welke vond jij mooi dan? Ik heb ook een zwart. Ik vind deze wel netjes. Donkerblauw. Ja. Nou, nee, ja, ga ik ook niet luisteren. Deze zijn ook wel echt mooi. Ik vind zo deze. Ja, die is zo cute. Ik geloof voor dit wel. Misschien een hamer. Bij de Bijenkorf zelf, dus kunnen wij niet het systeem checken helaas. Ga je gewoon zo standaard? Ja, we gaan naar Dubai toch, dus ik wil gewoon even een lekker slippertje. Ja. Nou, ik heb mijn tas gehaald en ik ben nu met Angelique. Ze gaat hem samen met jullie unboxen. Ze zegt, oh, ben je naar de Bijenkorf gaan? Weet je wat de Bijenkorf is? Ja. En dus de verpakking. Wauw. En 3, 2, 1. Tadaa! Wauw. Wow. Hij past bij je outfit. Mm-hmm. Maar je mag hem niet hebben. Jawel. Ja, lekker. Nou, we zijn thuis bij Fleur. Fleur is een vriendin van mij. Ik zeg altijd dat ik geen vrienden heb, maar ik heb Fleur echt al 7 jaar of zo. Ja, zeker. Ja. Wel grappig, dat we kennen elkaar via Defano. Defano had me ooit een bericht gestuurd van... Hey, wil je kleding promoten? En ja, ze had best wel leuke kleding. Dus ik zei, ja, is goed. En een op andere dag had ik er gewoon random uitgescholden of zo voor de lol. Dus dan zijn we vriendinnen geworden. En nu 7 jaar later, ja, zit ik hier. In de, nou, het is niet de eerste keer dat ik hier ben. Maar de eerste keer dat ik hier was, dat was gewoon vorig jaar of zo pas, hè. Toen je die pornstars had gemaakt met tering veel alcohol erin. Ja. Oh, dat was de lounge van de Wisewater Store. Ze heeft dus een haarmasker. Als je krullen hebt, echt, het is echt een goede haarmasker. En ik heb nu dus eindelijk weer een krullenpruik. Dus een van deze dagen zal ik jullie laten zien wat de resultaat ervan is. Je kan hem ook als leave-in gebruiken. Ik heb nu zeg maar een paar producten... Oh, ik ben zomaar wazig. Ik heb nu een paar producten gebruikt, maar ik merk dat het haar toch wel weer heel pluizig is geworden. Aan de achterkant is die texture nog wel mooi. Maar hier wordt het echt heel bol. En dat vind ik niet mooi. Ga je me regelen? Wauw, horen jullie dat? Ik heb even mijn make-up weggehaald, want het is laat. En ik wil, als ik thuis ben, gewoon gelijk gaan slapen. Maar Fleur heeft een beetje van de Ricewater masker in mijn haar gedaan. Oh, die geur is echt zo... Orgasm. Wisewater. Als je curlies op je hoofd hebt, begin te bestellen. Goedemorgen jongens. Ik was zo kapot van gisteren. Dus ik ben echt letterlijk een kwartier voordat ik weg moest opgestaan, snel gedoucht, dan gepoetst. Echt de meest random outfit gepakt. Maar het is wel lekker cozy. En ik ga nu naar Delia Skin, want ik ga eindelijk weer even een gezichtsbehandeling doen. En ik heb net even op Insta een oproepje geplaatst, want ik wil heel graag zwangerschapszwemmen. Daar heb ik echt zin in. En mensen om me heen zeggen dat mijn gezicht al wat boller wordt, dat mijn wangen dikker worden. En mijn hoofd gewoon, mijn neus. Mijn neus wordt dikker, zeggen ze. Heb ik een pregnancy nose? Ja, jullie zien het. Zeg me even gewoon eerlijk, heb ik die pregnancy nose of niet? Kijken of Skulltour maar kijkt hoor. Nee, ja, ik ga nu naar Delia Skin Clinic. Of is het Delia Skin Clinic. En ik gebruik nu 2 maanden hun volledige routine. En ik zeg jullie eerlijk, die vlekjes in mijn gezicht, ja, ze komen en ze gaan. Maar hier aan deze kant zijn ze wel echt bijna allemaal weg. Dus ik ben wel blij met kuswijf. Ja, het was net een jeep en die chickie deed echt stoer, hè. Keek naar haar, daar was het gelijk rustig. Daarom, je moet rustig doen op de weg. Want je weet niet wie je tegenkomt, hè. Ook al ben ik zwanger, ik stap uit en ik klap je gewoon. Maar in ieder geval, ja, ik gebruik al hun producten. Dus ik gebruik de cleansing gel, reiniging toner, masker. En ik gebruikte eigenlijk nooit echt een volledige routine voor mijn huid. Ik deed gewoon make-up weghalen en een beetje wegwassen en dat was het. Dus sinds ik hun product gebruik ben ik wel aangenaam verrast, jongens. Dus ja, ik ga nu mijn 3e behandeling daar doen. Ik, de eerste keer dat ik daar was, had wel huidanalyse gemaakt zo. Nou, dat zag er echt kapot slecht uit. Maar ik wil die scan weer doen, zodat ik kan zien hoe ver mijn huid vooruit zou gaan. Maar ja, die gaan we pas volgens mij na 4 of 5 behandelingen weer doen. We gaan Vandaag gaan we de light peeling inzetten van Image. Die werkt ook heel mooi met melkzuren en kojic acid. Waarbij we dus echt goed de focus gaan leggen op de gepigmenteerde vlekjes in de huid. En deze is niet al te heftig, dus die kunnen we nu gewoon heel goed veilig inzetten. Hij ruikt wel echt heftig naar alcohol. Ja, dat is echt die kojic acid die je ruikt. Die zuren van de peeling hebben altijd een vrij sterke geur. Die zal je natuurlijk nu nog wat heftiger ruiken door de hormonen. Ja, die geur gaat echt door mijn ziel heen. Heerlijk het masker aanbrengen. Eentje die erg gaat voeden en kalmeren voor na de peeling. Hoe voelt die aan op de huid? Ja, wel lekker zacht. Lekker hè, ja. Deze die gaat ook echt de huid intens voeden. En dat staat natuurlijk nu nog lekker open. De huid die neemt echt lekker voldoende voedingsstoffen op. Nou, ik heb nu een masker op mijn gezicht. Die moet even intrekken. En dan is denk ik mijn gezichtsbehandeling voorbij. Ik ben nu live op TikTok. Echt zielig. Nou, ik ben onderweg naar werk. Ik heb geen make-up op gedaan, want ja, mijn hele gezicht staat echt strak van die behandeling. Maar ik ga dus binnenkort op vakantie. En jullie weten van mij, ik haal eigenlijk nooit echt designer dingen. Maar ik heb me echt even laten gaan op die Jacquemus of Jacquemus. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Vandaag is het pakketje binnengekomen. En ik heb echt twee leuke dingetjes besteld. Ik ga het even met jullie unboxen. Als eerst een heel leuk petje. Oh, hij past bij mijn jurk met dit koordje. Maar omdat ik nu krullen op heb, kan ik hem niet opdoen. Maar oh, dit is echt precies dezelfde kleur. Good to know, good to know. En ik heb ook zo'n Fisherman hat. Kijk hier. En dan ook met zo'n koordje. Echt super cute. Ik zag hem voor Jacquemus of Jacquemus. Ik heb geen idee. Maar ik vond hem nog best wel een schappelijke prijs. Deze kost volgens mij 100 en die andere 95. Dus ik dacht, nou, ik vind het zo cute. Ik mag wel mezelf gewoon even een keertje spoilen. Kijk, nu heb ik dus echt hele heftige plekjes. Maar dat komt omdat dat dus... Zit ik in fucking Narcos of zo? Wat zeg je nou? Geen make-up op hebt. Nee, niet omdat ik geen make-up op heb, omdat ik die peeling heb gedaan. Oh. En nu gaat het vervellen en dan gaan die vlekjes weg. Maar ik loop nu wel 2 dagen met de korstige huid. En morgen gaat het dus helemaal vervellen en dan lijkt ik op een scheelpad. Ik wil zeggen, je loopt 2 dagen voor schut, maar jij loopt toch altijd over schut. Zeg jij. Het is dat je nu een, nee, het is dat je nu een normale broek aan hebt. Want? En meestal loop je erbij als een... Als een wat. Je weet toch, als je thuis komt en mijn haar is echt oplost. Ik moet het echt gaan wassen straks, kammen, conditioner, gel in gaan doen. Dat ga ik morgenochtend doen. Maar je weet gewoon, wanneer je thuis komt en je zit in de auto en je blijft gewoon in de auto zitten. Gewoon, it's a vibe. It's a fucking vibe. Ik zit nu te denken van, ik moet echt iets gaan eten. Oh, mijn pruik zit echt niet goed. Toen ik die behandeling ging doen, heeft ze mijn lees schoongemaakt. Maar nu zit die los. Dus daar bouw ik wel van. Maar ja. Ik heb geen inspiratie voor eten. Ik weet ook dat Defano de keuken echt als een bende heeft achtergelaten. Dus ik heb ook geen zin om te koken. En hij was lekker uit eten gegaan. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ik heb gisteren of eergisteren ook al pizza besteld. Dus dat kan hem ook niet worden. Ik moet even... Mijn zoontje wel een beetje vitamine geven. Nou, ik ga... De eerste stap is naar huis. Dan ga ik even poepen. Ik moest dan niezen tijdens het werk en toen piste ik. Maar ik heb een jurk aan. Dan dacht ik, jezus. Dus die straal gaat er zo doorheen. Nou, even mijn spullen pakken en dan ga ik maar bewegen naar binnen. Oh my god jongens, kijk mijn gezicht door die peeling. Heftig. Ik heb net mijn haar gedaan. Het is nu een beetje intact. Want gisteren had ik geen tijd om mijn haar te doen. Dus het was echt ontploft. Ik heb het even gebonden omdat ik net mijn edges heb gedaan. Ik ga nu even mijn make-up doen. Want ik moet echt dit hoofd fixen. Want ik heb na werk opnames voor die docu. En ik kan niet zo erin gaan. Dus ik moet het echt even... Ja, ik hoop dat ik de schade een beetje kan beperken. Ik ga even snel mijn make-up doen. En dan ga ik richting werk. Nou, het is me toch aardig gelukt, hè? I'm a magician. Oh, Noorderbelt. Ga even roddelen. Nou, ik ben good to go. Alleen, ik merk zelf nu dat ik toch wel misschien die pregnancy nose heb. Zien jullie het? Ik heb het jullie al eerder gevraagd. Maar jullie moeten gewoon even eerlijk zijn. Is mijn neus dikker geworden of niet? Want ik heb nog 2 maanden te gaan, hè? Als hij nog dikker wordt. Ja. Ik heb dus wel gelezen. Ik heb dus mijn verloskundige gebeld. Tenminste in de show bij FunX. En ik had dus gevraagd van oké, je neus wordt dikker. Hoe komt dat? Gaat het weg? Maar het is dus vocht wat je vasthoudt. Je hebt ook vocht in je voeten, in je handen als je zwanger bent. En dat gaat gewoon weg. Gelukkig, thank God. Dus ik hoop dat mijn neus zo blijft. Want ik heb gewoon een brede neus voor mezelf. En anders heb ik een nog bredere neus. Oh jongens, het is weer zover. Je catch me ook echt in deze... Dit is ook niet die mannelijke stijl, maar ik was van mijn kuiten. Die heb ik helemaal nooit gehoord. Die eentje, hij zit wel heel strak, deze. Strakje. Het is weer bijna voorbij. Ik ga nu het nieuws doen en red flag, green flag. En dan zet de show weer op voor vandaag. En daarna ga ik door naar Rotterdam. Tenminste, ik ben al in Rotterdam voor de opnames van mijn docu. Ik ben best wel moe, dus ik heb eigenlijk heel weinig energy left in me. En mijn huid begint alweer korsig te worden. Want mijn make-up... Oh, vreselijk. Vreselijk. Weer toen we naar de parkeergarage liepen. Ja, zie je, we maken echt veel dingen mee daar, hè? Ja, gebeurt allemaal in die parkeergarage. Ja, nu klinkt het wel vies. Ja, oké. Jij zei tegen mij, gadverdamme, wat heb je op je scherm zitten? Zo zei je dat letterlijk. Nee, ik... Zei ik dat? Ja. Nee, ik zei dat niet zo. Nou, hoe zei je dan? Doe even hoe je het zei. Volgens mij zei ik van, huh? En toen zei ik, jij bent echt toxic dat je dat hebt. Want wat heb ik op mijn scherm zitten? Je hebt zo'n privacy scherm. Dat je zeg maar aan de zijkant niet kan meekijken wat op je scherm gebeurt. Terecht. Ja, is dat een red flag of een green flag? Waarom zou het een red flag zijn? Nou, omdat als jij met een chickie afspreekt, dat betekent dat ze niet met een side-eye kan kijken op je scherm. Dat is toch helemaal goed, maar buiten zij ook andere mensen niet. Dus mijn moeder kan ook niet meekijken, mijn vader kan ook niet meekijken. Iemand kan ook niet, als ik een keer op mijn bankrekening zit, kan die ook niet. Ja, daar is toch niks te zien, toch? Nee, daar is natuurlijk niks te zien, maar het is te manifesteren deze dagen. Ja, hoezo is dat? Ik vind het gewoon een green flag hoor. Ik heb deze zelfs gekregen nog van iemand. Ja? Ja. Ik vind het een red flag. Ik vind mensen die dat hebben op hun scherm, die hebben iets te verbergen. Nee, die houden gewoon van privacy. Daarom heet het ook een privacy scherm en niet een verbergscherm. Nou, wij willen graag weten hoe jij hierover denkt. Ik zit te denken, er zitten mensen te luisteren die niet eens weten wat een privacy scherm is. Ja, het is zeg maar een soort van laagje, een soort van sticker. En als je via de zijkant dan op iemand zijn telefoon kijkt, dan kan je gewoon niet zien wat er gebeurt. Dan lijkt het gewoon een zwart scherm. Maar pas als je dan het scherm roteert, dan zie je pas wat er eigenlijk echt gaande is. Ik denk niet alsof je zo'n gekke foto hebt. Nee, dat heb ik zeker niet. Maar we willen dus weten hoe jij over denkt. Laat even weten via de FunX app. Je partner of je date heeft een privacy scherm op zijn of haar telefoon. Is het een red flag of een green flag? Ik ben nu aangekomen. We gaan nu filmen voor mijn oude school. Ik sta hier gewoon. Het is zo raar om hier te zijn. Kutschool. De hel. Dit was echt mijn hel vroeger. Nou, ik ben net klaar met de opnames. Het is wel echt een beetje onwennig hoor. Om hier te zijn. Na 10 jaar dat ik was weggestuurd van deze school. Maar ja, woede of verdriet, dat voel ik niet echt meer hier. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga nu lekker naar huis rijden. En morgen komt deze vlog alweer online. Gaat echt snel man deze weken. Volgende week ben ik alweer 29 weken. En de week erop 30. En vanaf die 30. Wow. Dan is die bevalling al bijna man. Oh my god. Hoe kan het nou allemaal zo snel gaan, jongens? Dit is echt... Heel veel mensen reageren ook. Dit is echt de snelste zwangerschap ooit. Echt, man. Hoe kan mijn zwangerschap zo snel gaan? Bij sommige influencers lijkt het alsof ze 3 jaar zwanger zijn. Maar dat komt misschien ook omdat ze 4 shoots doen. Als ze zwanger zijn. Ik heb trouwens zondag mijn zwangerschapsshoot. En ik heb daar zoveel zin in. Want dit... Oh, dit wordt echt... Ik heb het zo vaak gezegd. Ik moet nu ophouden met uitslova. Ik ben nu thuis. Ik heb net Peanut opgehaald. Peanut. Peanut was bij de oma. Defino's moeder. Die had eventjes opgepast. Want Defino die is ook weg. Die vierde verjaardag van een vriend. En ja, dit was alweer de vlog. Ik ga de vlog zo editen. En dan zet ik hem gelijk online. Ik vond het heel leuk dat jullie deze video hebben gekeken. En ik hoop dat ik jullie weer zie bij de volgende video. Volgende week vrijdag. Dus dan zie ik jullie later weer. Zeg maar doei, Peanut. Zeg maar doei. Doei, schatje.